Welkom bij de Sanne Vaassen podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Vandaag staat er weer een nieuwe podcast online en deze keer met Thomas Dekker. Thomas Dekker is ex-wielrenner en ondertussen heeft hij een heel mooi boek uitgebracht waar hij open en eerlijk zijn verhaal deelt over zijn sportcarrière, het gebruik van doping, over zijn, ja, hoe zal ik het zeggen, zijn extreme levensstijl. En hij doet echt een boekje over. Nou, dit gesprek gaat echt over het leven. Het is echt een super mooi, fijn gesprek geweest. Eerlijkheid, openheid en over het feit hoe hij zijn sportcarrière heeft ervaren, hoe hij daar nu op terugkijkt, hoe hij nu zijn nieuwe weg aan het bewandelen is, hoe hij dit aanpakt en waar hij tegenaan loopt. Nou, het is echt het zeer het luisteren waard. Het is ook een lange aflevering geworden, omdat het echt een gesprek was, ja, die vanzelf ging en waar we gewoon niet uitgepraat raakten. Dus ga zo lekker luisteren. Waarvoor ik je nu alvast wil uitnodigen is, er komt in januari een hele toffe challenge aan waarmee ik jou 5 dagen lang mee ga nemen hoe jij energiek 2019 in kan gaan, zodat jij eindelijk de dingen af kan strepen die je graag wilt afstrepen, zodat je vol energie niet alleen 2019 start, maar dat het ook gaat volhouden. Schrijf hiervoor in. De link vind je hieronder in de omschrijving. En ik wil jullie sowieso bedanken. Als eerste omdat je überhaupt luistert. Maar als tweede ook voor de supermooie vragen die ik heb gekregen. Die ik aan Thomas heb gesteld. Of een flink aantal heb ik daarvan aan Thomas gesteld. En daarnaast nog bedankt voor al jullie leuke reacties. Keep on going. En mocht je mij willen helpen, zou ik het tof vinden als je een review achterlaat op iTunes. Dankjewel in ieder geval en veel luisterplezier. Ik vergeet bijna iets te zeggen. Ik organiseer namelijk een mountainbike clinic op derde kerstdag. Het lijkt me enorm tof om met jou kerst af te sluiten en alvast te proosten op een mooi 2019. En ik ga een kaartje hiervoor weggeven. Hoe kan je deze winnen? Deel het feit dat jij deze podcast aan het luisteren bent met een leuke foto van jezelf. Tag mij op Instagram of op Facebook. En maak dus kans op dit kaartje. En mocht je sowieso mee willen doen, voor €40 kan je dus een kaartje reserveren. Wie weet, tot na kerst. Nou, als boerenmeisje reed ik hier net Amsterdam in. En toen dacht ik, ik ga natuurlijk gewoon voor de deur parkeren op de Prinsengracht. En warempel. Thomas heeft gewoon 10 parkeerplekken voor Sanne klaar. Ja, ik denk die gaat gewoon even zijn eigen auto aan de kant zetten, wegrijden. En daar kan ik dan parkeren. Blijkt hij geen auto meer te hebben. Nee, blijkt hij alleen maar alles op de fiets. Maar ik had geluk, 300 meter verder kon ik parkeren. Ik ben hier, dames en heren, bij Thomas Dekker in Amsterdam. Grote stad. Dus voor mij even wennen. Ik kom uit misschien nog wel een kleiner dorpje als waar jij vandaan komt. Denk ik kom met Dirkshoorn, 1800 mensen. Oké, ik denk dat we dan bijna vlierde 1600. Ja, dus het is een beetje te vergelijken. Ja, een beetje. Ik heb met 8 kinderen heb ik mijn hele lagere school gedaan. 8? Oh, 8. Ja. 2 jongetjes en 5 meisjes. En ik 13. Ja. Moet je zien, dat is echt klein, wel hè? Klein, ja. En je wel de ultieme luxe, denk ik, hoor. Ja, nou ja, je hebt achteraf gezien. Persoonlijke aandacht natuurlijk, ja. Ja. Want Thomas, je zegt al net al van, ik ben af en toe in Amsterdam, ook gedeeltelijk in Amerika. Gaan we zo meteen Gaan we het even over hebben. Maar waar ik eigenlijk altijd mijn podcast mee start is, dan ben ik eigenlijk wel een 2 dingen nieuwsgierig. Ik vraag altijd eigenlijk, waar krijg jij energie van? Ja. En dan ben ik nieuwsgierig waar je nu energie van krijgt. En toen. En vroeger toen je nog fanatieker op de fiets was. Ja. Nou ja, kijk. Energie krijgen van wielrennen. Dat is natuurlijk voor veel mensen al uniek. Want het is natuurlijk best wel een zware sport. Waar vele uren op de fiets. Dat je per dag eigenlijk 4, 5, 6 uur wel op je fiets spendeert. Waar ik toen voornamelijk energie kreeg van op een jonge leeftijd, was vooral succes. Van succes? Ja, dat denk ik wel. Dat wel de motivatie was. Gewoon koersen winnen. Mm-hmm. En dat is misschien achteraf niet de beste motivatie geweest.
Het heeft wel eventjes geduurd in mijn carrière voordat ik begon met winnen. Mm-hmm. Maar toch wel op een jonge leeftijd. Vanaf mijn 16e junioren toch wel wekelijks op het podium. En ik denk dat ik daarom dat allemaal ook wel heel makkelijk kon opbrengen. Mm-hmm. Omdat het ook heel goed ging. Ja. En als ik zo terugkijk, is het heel makkelijk om ergens voor te gaan. En je 100% alles te geven. En misschien niet zo je best te doen op school. Omdat het gelijk succesvol is. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel sporters die een hele andere weg hebben. Die langzaam naar de top groeien. Ik heb bij de club altijd gereden, bijvoorbeeld Laurens ten Dam. Een hele lange carrière. Ja. En in het begin zag het natuurlijk niet uit dat hij zo goed ging zijn als dat hij is geworden. En dan groei je misschien ook wel ergens langzamer in. En als je vanaf een jonge leeftijd dat het eigenlijk om jou draait. Dan is dat misschien moeilijker om later in mijn carrière, toen het wat minder ging, om energie uit puur het wielrennen te krijgen. Ik denk als je op een jonge leeftijd heel erg goed in iets bent, dat het heel makkelijk gaat. Ja, dan leer je er niet echt om echt hard voor te werken. Nee, en ik trainde wel, denk ik, wel meer bij de junior als de meeste. Mm-hmm. Maar dat was allemaal in mijn ogen best wel makkelijk om te doen. Ja, omdat het gewoon vanzelf ging en dat je die resultaten boekte. En ik merk, herken wel wat jij zegt in jouw verhaal. Want ik ken dat, misschien ken je dat ook wel van de lagere school, zit je in de klas. Ja. En ik was altijd een beetje de middenmoot. Ja. En degene die ik toen heel slim vond, die, maar ik hoop niet dat ze luisteren, die hebben nu iets minder. Ja. Het zegt natuurlijk helemaal niks. Nee, maar omdat hun studie toen vanzelf ging, hebben ze niet geleerd om te leren. Kijk, met wielrennen is het natuurlijk wel, het is een andere sport als veel andere. Kijk, je moet op een jonge leeftijd best wel zelfstandig zijn. Ja. En je kan nog zo'n fanatieke vader of moeder hebben. Maar het moet wel vanuit jezelf komen. Ja. Al die uren. Kijk, vanaf je 16e, 17e zit je, als eerstejaars junior training geloof ik, dat hield ik van allemaal bij. Gewoon iets van 19 uur per week gemiddeld. Serieus? Op zo'n jonge leeftijd al? Ja, ik trainde ook. Ik was de beste, maar ik trainde ook wel het meeste. Mm-hmm. En mijn lichaam kon dat ook aan. Ja. Maar wat nog belangrijker is, de geest had er geen enkele moeite mee. Ja. Dat is het natuurlijk achteraf. En nu heb ik best wel veel de laatste jaren veel therapie gehad. Mm-hmm. Veel over dingen gesproken. Ja. Waar komen nou dingen vandaan? Beslissingen die je maakt. Mm-hmm. En dan ga je daar wel wat meer over nadenken. Mm-hmm. En dan is het achteraf ook wel makkelijk om bijvoorbeeld dingen te verklaren waarom dingen zijn fout gegaan. Ja. En wat is de aard van het beestje? Ja. Ben je een extreem persoon, dus op vele niveaus. Dus ook qua veel trainen op jonge mm-hmm. leeftijd. Alles ervoor doen. Ja. Dat is ook een extreem iets. Ja. Weet je wel? Bij jou is alles of niks. Ja, ja. Dus je geeft je leven eigenlijk op, wat niet mm-hmm. zo voelt hoor, maar omdat je gewoon maar één ding wil, profielrenner worden. Ja. En dat wilde ik al op mijn 11e en dan is het nog helemaal niet realistisch, maar ik wilde het wel. Ja, het is ook gelukt. Zeker, ja, het is zeker gelukt. En, maar ik ben er wel heel erg van overtuigd, als je iets manifesteert, zeg maar iets het wilt in je hoofd, dat het dan bijna altijd lukt. Ja, die deel ik, die mening. Ja. Kijk, als je natuurlijk die drijf in het vervolg van je carrière, je leven, je carrière kan vinden, mm-hmm. dan komt het sowieso wel goed. Ja. Maar het is heel moeilijk als je één grote passie hebt gehad om daarna iets anders te gaan opbouwen. Ja, ja, want dat is, dan spreek je over nu. Hè. Je bent ondertussen 4 jaar geleden gestopt. Ja. Ondertussen tijd is er een boek uitgekomen waar je een heel boekje letterlijk open hebt gedaan. Hè, voor de luisteraars, misschien hebben ze het boek gelezen. Maar hè, voor jou is het nu eigenlijk een, wat wil je nu echt? Ja, nee, dit is echt de hamvraag natuurlijk. Wat ga je doen? En ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld ben ik meegegaan voor de eerste keer weer naar een wielerwedstrijd met de AD. Mm-hmm. En dan maken we video's voor de AD-app en ook op veel lokale kranten op de internetsite is dat te vinden. Podcasts. En dat is eigenlijk heel makkelijk weer, want dat vind ik heel leuk om te doen. En het kost geen enkele energie en dan ben ik de hele dag bezig van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Vind ik echt hartstikke leuk om te doen. Maar dat heeft wel weer met wielrennen te maken. Ja. Dus jezelf echt opnieuw uitvinden met iets anders is heel moeilijk. Ja, maar het is ook de vraag of dat nodig is. Zeker. Ja. Nee, dat hoeft ook niet nodig te zijn. Maar mijn leven die zit best wel raar in elkaar. Mijn vriendin die woont in Los Angeles. En
Zij is ook Amerikaans. En, dus het houdt ook in dat je natuurlijk veel tijd daar spendeert. Mm-hmm. Maar doordat je ook heel veel tijd daar spendeert, is het ook dat er heel veel mogelijkheden in Nederland gewoon voorbij gaan. Mm-hmm. Omdat je er niet bent. Nee. Dus voor de liefde, zeg maar, geef je dat gedeeltelijk op. Wat natuurlijk geen opgave is, omdat je gewoon van elkaar houdt. Maar dat zijn wel hele interessante facetten als je dat gewoon goed gaat bekijken. Ja, in het leven moet je eigenlijk alles 100% doen, al wil je succes hebben. Ja. En door een relatie in het buitenland doe je vaak dingen ook niet 100%, omdat je gewoon met een ander rekening houdt. Ja. En dat is weer iets heel anders als topsport. Topsport ben je super egoïstisch. Ja. En nu doe ik eigenlijk iets minder egoïstisch. En haar leven is daar. Zij heeft ook 3 dochters. Dus het is ook heel logisch. Het kan ook niet andersom. Hoe oud zijn haar dochters? De dochters zijn 21 vorige week geworden. De jongste 26 en 28. Zelfstandige dames, ja. Ja, zelfstandig op een bepaald niveau natuurlijk. Ja, hoe ver ben je altijd zelfstandig van je ouders? Ja, dat is waar. Maar in ieder geval... Nou ja, kijk, het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Dat zie je ook wel. Mijn zusje heeft 2 zoontjes. Ja. 1 en 4. En dat zijn hele andere zorgen en hele andere probleempjes waar zij tegenaan lopen als 3 dochters van die leeftijd. Ja, dat klopt. Maar dat maakt... Maar grote kinderen, grote problemen. Ja. Het is wel echt zo dat het... Dat gewoon altijd blijft. Dus het is niet zo, als die kinderen een stuk ouder zijn, dat Natalie in Nederland gaat wonen. Nee. Ja. Zij, kijk, zij heeft haar familie daar. Ja. Zij zit in de kunstwereld. Haar businesspartner, die woont ook in L.A. Ja. Dus ja, wat zij doet, kan zij eigenlijk niet hier doen. Nee. En wat ik doe, en dat is wel leuk bijvoorbeeld met het AD, dat ik dat wel gewoon weer helemaal zelf kan doen. Ja. En nu ga ik in januari kunstgeschiedenis studeren. Dus dat vind door, ik ook wel leuk om op te pikken. En dat ga je in Amerika doen? Of ga je dat is gewoon online. Online, ja. Ja. En dat zijn van die modules die je kan halen. En ik wil gewoon wat meer van de basis weten. Omdat ik al jarenlang naar al die kunstshows ga. En dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Ondertussen heb ik er best wel veel verstand van, denk ik. Tot op een bepaalde manier. En dat wil je nu dus opgraden. Maar ja, dan denk ik ook altijd heel vaak over wielrennen. Mensen die kijken dan wielrennen op tv en die hebben er dan ook verstand van. En hetzelfde met voetbal. Ja. Maar dat heb ik natuurlijk met kunst ook. Dus voor de echte kunstliefhebber zal ik er heel weinig verstand van hebben. Dus daarom wil ik er eigenlijk ietsjes meer in verdiepen. Ja, snap ik. Maar jij bent het stukje waar we het net over hadden, wat wil je nu echt? Hè? Doordat je dus een relatie hebt en ook nog dat ze in Amerika woont, wordt het uiteindelijk lastig om voor jouzelf echt te kiezen, oké, waar word ik nu echt gelukkig van? Ja, nee, dat is een super moeilijke vraag. En dat is ook echt een van de grote dingen waar wij ons dan in onze relatie natuurlijk wel druk over maken. Want net als je zegt ook, ik voel me daar ook wel schuldig over. Ja. Dat je gewoon, je bent gewoon een jonge gast en... op een gegeven moment moet je ook echt dingen gaan doen om te kijken wat je echt wel leuk vindt. Ja, je kan er wel over blijven denken, maar je moet het eerst ervaren. Op een gegeven moment moet je een paar dingen gaan doen. Dus de dingen zoals afgelopen jaar, dan naar de Giro te gaan en die keuze te maken. En dat heeft allemaal niks met geld te maken. Dat heeft gewoon weer een beetje te maken met om je plaatsje, zeg maar, soort van weer terug te winnen. Ja. Maar dat boek waren natuurlijk ook weer heel veel deuren gesloten. Ja. Omdat heel veel mensen het daar ook niet mee eens waren. Wat natuurlijk hartstikke hypocriet is, maar zo is het leven nou eenmaal. En, dus ja, ik voel wel dat het heeft een tijd geduurd. En zeker het boek ben je daar een jaar mee bezig. Nou, dat heeft ook nog wel een nasleep van een jaar. Voordat als het gelanceerd wordt, totdat je... En dan wordt het opeens nog heel veel vertaald in verschillende talen. Dus je wordt daar wel best wel vaak aan herinnerd. Want wat heeft dat met jou gedaan? Want... je hebt echt het boekje open gedaan. Ja, maar voornamelijk, weet je wel, is het natuurlijk, het boek is over mijzelf. Ja. En de avonturen of de escapades, hoe je dat wil vertellen, die erin voorkomen. Wat erin staat opgeschreven in het boek, dat heeft ook wel een reden waarom dat staat opgeschreven. Ja, omdat je andere mensen wakker wilt maken. Nou ja, het heeft er ook mee te maken van wat gebeurt er op een jonge leeftijd als jij, zeg maar, je droom hebt bereikt. Ja. En dan leef je die droom. Ja. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja. En dat is het verhaal dat natuurlijk niet heel vaak verteld wordt. Nee, en je, althans, ik kan me voorstellen ook op die leeftijd. Jij denkt dat
als je die droom aan het leven bent, dat het gewoon ook een stukje normaal is. Dat het ja, wat natuurlijk hartstikke raar is, als je het gaat teruglezen in het boek, denk je van, wat heb ik allemaal gedaan? Achteraf zo, inderdaad. Ja, een sukkeldak ben, maar op dat moment, jij bent op die leeftijd, dan ga je er gewoon in mee. Omdat je bent wel volwassen qua leeftijd, maar je weet natuurlijk nog helemaal niks. Nee, en wat je ook zegt, ik weet niet of dat bij jou ook meespeelt, maar ik merk ook, je bent best wel, denk ik, beschermd opgevoed. Ja. En ik heb ook gemerkt dat ben dat ook. Dat heeft ook een rol. Maar ik denk wel, als ik zo terugkijk, door de opvoeding die ik heb gekregen, is het toch allemaal wel een soort van goed gekomen. Ja. En mijn ouders hebben alle twee niet gestudeerd of zo. Zijn gewoon in Dirkshorn gebleven. Hebben een hartstikke gelukkig leven. Maar toch de kleine dingen die ze mij hebben meegegeven, wat ik toen wel eens dacht, waarschijnlijk, wat hebben jullie het over, wat weten jullie nou? Net als wat elk kind waarschijnlijk doet. Ja, tegen zijn ouder toe aanpast. Ben ik wel echt heel dankbaar. Ben ik eigenlijk steeds meer dankbaar hoe dat eigenlijk is gegaan. En ben ik echt blij dat ik in dat doodlopende straatje in Dirkshorn ben opgegroeid. En dat het allemaal heel beschermend was. En allemaal heel lief. En En wat neem je nu dan nog mee vanuit je opvoeding? Nou, ik denk wel heel veel. Ik denk dat ik bijvoorbeeld in mijn relatie ook heel veel geef qua liefde. Mm-hmm. Wat bij ons thuis heel normaal is. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik dat bijvoorbeeld met een vrouw uit Amerika, die een hele andere cultuur is opgegroeid, dat je daar toch wel veel over meegeeft. Mm-hmm. Hoe een familiesituatie ook kan zijn. En ik denk dat ik dat in de relatie wel het meeste geeft. En Nathalie geeft weer hele andere dingen aan mij. Ja. Maar dat is wel hartstikke grappig om te zien dat totaal verschillende werelden toch met elkaar dan weer verbonden zijn. En dat je alle twee iets toevoegt in elkaars leven. Ja, supermooi. En even terug naar toen dat boek uitkwam en dat mensen er een mening over hadden. Dat wel of niet zo handig was dat je het boekje zo open deed. Wat deed dat uiteindelijk vervolgens met jou zelf? De praktijk was wel verschrikkelijk hoor. Mm-hmm. Want die week dat het dan, zeg maar, dat ik dat boek presenteerde dan bij de Wereld Erdoor, die maandagavond. Er kijken toevallig 1,6 miljoen mensen die aflevering. Toevallig. Want het is normaal ongeveer al 100 miljoen, maar dat was een maandagavond na het weekend. Ja. En dat was niet omdat ik daar zat, maar dat was gewoon dat er 1,6 miljoen mensen op afstemden natuurlijk. Ja. En dan beland je natuurlijk in één keer in een achtbaan van emoties en meningen. En dan ga je natuurlijk ook twijfelen. Had ik dit wel zo moeten opschrijven? Mm-hmm. Maar er is natuurlijk geen weg meer terug. Ja. En ik zat ook nog in Expeditie Robinson die winter. Mm-hmm. Dus ik had ook nog elke donderdagavond ruim 1 miljoen mensen die keken die mij misschien niet konden. Mm-hmm. Van het wielrennen, maar wel ergens anders van. Ja. Dus je krijgt een enorm draagvlak qua bekendheid. Ja. En het was gewoon, die eerste week was ik ook wel druk. Ik sloot op die vrijdag ook af bij Pau. Mm-hmm. En die hele week was van België tot in Nederland, tot allerlei interviews. Maar ik weet nog wel dat ik gewoon, ik woonde toen in Lommel. Dat ik dan terugkwam over Eindhoven, dat ik nog even langs een vriend reed of zo. En dat ik echt voor het stoplicht stond. En dat mensen echt hun raam opendeden. Echt? Zo van, niet per se negatief hoor. Ja. Maar dat je gewoon zo'n bekend gezicht bent in die week. Die week ervoor was Trump gekozen tot president. Oh, ja. Dus daar was alle die hele week ervoor over gegaan. Het was een soort van week waar er eigenlijk niks gebeurde buiten mijn boek om. Ja. Wat natuurlijk ook gewoon een verhaal is van een gast uit Dirkshorn. Die is begonnen met één passie en dat is wielrennen. Ja. En dus het kwam ook op de een of andere manier allemaal, qua aandacht kwam het wel heel goed uit voor het boek. Maar ja, van die aandacht word je natuurlijk niet blij. Nee. En wat deed dat vervolgens na die week met jou? Met jouw energie of met Dan moet je gewoon door. Dus dat is natuurlijk, dat valt eigenlijk nog wel mee. Mm-hmm. Het is meer die winter daarna eigenlijk. Ja. Wat er als het dan weer even begint te zakken. Ja. Dit is gewoon je schouders eronder en rug recht en doorgaan. Want er is geen andere oplossing meer. Ja. En dan is het, misschien kan je achteraf ook wel weer denken, naïef. Dat je denkt van, ik had echt nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Nee? Nee. Heb je van tevoren nooit Nee. Heb je dat ooit wel eens gedacht, dat er een wielrenner in Nederland, die gestopt is al 2 jaar, of 1,5 jaar,
Ik had echt niet gedacht dat het zo groot ging zijn. Nee, maar ik denk dat dat mede mee te maken heeft dat je gewoon echt alles in de details hebt verteld en hoe. Ja, ja, maar dat vond ik ook zelf wel het makkelijkste en het prettigste werken. Ja, natuurlijk. Ja, ik snap het heel goed. Ja. Dit meisje. Oh. Liep langs. Hoor je. maar waar ik dan nieuwsgierig naar ben, jij zegt die winter en... Ben je toen echt in een dal terechtgekomen? Nou, het was bij mij natuurlijk wel weer zo dat ik eventjes hier in Nederland was. Mm-hmm. En natuurlijk op het moment dat ik in het vliegtuig stapte naar Amerika, niemand daar me iets over wist. Natalie kon niet eens het boek lezen in Nederland. Ja. Dus ja, hoe leg je dat uit aan je partner? Dat het zo heftig is, de wereld draait door. Ze weet niet eens wat de wereld draait door is. Nee. Dus ja, dat is best wel een ding. Dus dat... Je gaat wel door die emotie. En ik kon ook wel uitleggen dat het wel heftig was met Natalie. Mm-hmm. Maar zij wist natuurlijk totaal niet wat dit was. Nee. En zeker toen ze later het boek las in het Engels, dacht ze echt zo van... Gaat het hier nou allemaal over? Yeah. Over een jongen die 19, 20, 21... Yeah. Die best wel een extreme kant heeft. Ik denk dat al zijn vrienden dat wel kunnen beamen. En dat hij als hij iets doet dat het 100% is. Of misschien nog wel eroverheen. Ja. Yeah. Maar waar hebben we het over, weet je wel? Natalie komt uit L.A. Ja, die heeft andere dingen meegemaakt. Er gebeurt iets in Hollywood en het staat in de krant of het staat op het internet. Ja. En die dag erna gebeurt er weer wat anders. Ja. Snap je? Dus die begreep niet zo heel goed dat het zo groot was. Snapte jij dat van haar? Zeker, ja. Natalie had nooit... Ja. Ten eerste weet niks ook van wielrennen. Ja. Eén wedstrijd gezien, het werelduurrecord. Ja. Zat ze op het podium of op het, op het publiek. Ja. Zei ze, dit is echt geen site. Waarom doe je dit? Nee, het is echt super meelevend. Okay. Ik vond echt, ik was natuurlijk heel zenuwachtig. Ja, dat snap ik. Ik moest overgeven en Het is verschrikkelijk. Ik heb een uur lang rondjes gereden. Met de camera erop. Hoe ga je dat uitleggen? Weet je wel, hoe leg je je leven uit? Ja. Later krijg je dan ik stopte toen, een langere relatie dan. Dus op een gegeven moment gaat ze ook een keer Dirkshoorn zien. Ja. Maar nog heb je niet een idee wat er nou precies omgaat in zijn leven. In mijn leven. Dus dat moet ze echt van mij krijgen. Ja. Als ik mijn gevoel uitleg wat ik daarbij heb. Ja. En wat voor haar dochters zijn, mm-hmm. was voor mij het wielrennen. Ja. Dus mijn eigen kindje, weet je wel. En Nog steeds? Zeker wel, ja. Ik wil echt heel blij van wielrennen. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in mogelijk. Tot mensen helpen of iets met de jeugd doen, mm-hmm. misschien later. Ja, dat zou je nog graag... Dat zou ik echt wel willen, ja. Dat lijkt me wel hartstikke leuk. Maar dat is ook iets waar je 100% voor moet gaan. En als je dan Amerika dit hebt, is dat ook weer een moeilijk verhaal. Mm-hmm, mm-hmm. En... Dus je loopt tegen allerlei dingen op, wat het ook wel weer interessant maakt. En ik ben ook wel weer heel dankbaar natuurlijk dat ik net weer heb ontmoet, dat je iemand ontmoet die met zo'n open blik daar niet veroordelend over is en gewoon het beste ervan wil maken. Ja, fijn dat je zo'n vrouw hebt, waar je dat zo samen die balans in kan vinden. Maar dan wordt het op een gegeven moment ook wel weer tijd. Zij heeft natuurlijk iemand ontmoet die... 100% voor zijn sport ging. Ja. Nou ja, laten we voor mij zeggen misschien 95%. Als we eerlijk zijn, mm-hmm. na de dopingschorsing. Ja. Achteraf, als je terugkijkt, had ik al dingen anders moeten aanpakken. Ja, daar besefte je toen al dat je 95% voor... Weer... Nee, toen zei ik niet, dat zie ik niet, dat zeg ik nu. Maar toen had ik dat niet, toen zag ik dat natuurlijk niet zo. Nee. Je gaat natuurlijk niet zo eerlijk naar jezelf zijn. Nee. Als je die ruimte hebt voor dat ik doe wel mijn best. En dat is natuurlijk veel meer als dat de meeste mensen in hun leven doen. Ja. Maar het heilige vuur, dat was wel een soort van gedoofd. Ik kwam wel weer een beetje met dat urenkoor op, hoor. Maar hoe komt, denk je, dat dat gedoofd was? Nou, door alles wat er gebeurd is. Het rugzakje werd elke keer een klein beetje voller. Mm-hmm. Nou ja, als topsporter moet je absoluut geen rugzak met je meezeulen. Nee, maar je hebt eigenlijk enorm lang een rugzak meegezeuld. Ik weet alles van, dat je moet gewoon vrij kunnen koersen. Ja, ja.
Maar sowieso heb jij gewoon 4 jaar volgens mij minimaal met een dopinggeheim. Ja. Of een geheim rondgeworsteld. En dat zie je ook wel als je gaat terugkijken bijvoorbeeld die documentaire. Niemand kent mij van de EO. Mm-hmm. Die volgt mij zeg maar in die periode dat ik geschorst ben. Mm-hmm. En dan zie je ook de moeilijkheden, weet je wel. Dat je bijna wil schreeuwen van mensen, je moet eens weten hoe dit allemaal is gegaan. Yeah. Maar ik kan er niks over zeggen. Yeah. Dat is natuurlijk wel, dat is gewoon te zwaar. Yeah. Ja, want dat is bijna gewoon een trauma, lijkt mij. Zeker. Ja. En heb je dat op dit moment verwerkt? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, ik denk wel dat ik daar vrede mee heb. Mm-hmm. Het heeft wel echt best wel lang geduurd. Mm-hmm. Zoiets moet ook slijten. En therapie heb je bij je gehad, zei je? Ja, zeker. Heel veel over praten. Mm-hmm. En dat scheelt ook wel als je bijvoorbeeld of als je een relatie hebt waar je dat dus... Wat ik wel heel belangrijk vind, dat je er gewoon alles kan vertellen. In mm-hmm. je zorgen, in je dingen. En... Ik ben ook wel een open boek hoor, dus bij mij krijg je ook wel veel eruit. Ja, maar wat je dus nu zegt is een open boek bent en je... Kijk, ik ben ook een open boek, maar stel je voor dat ik gewoon zo'n geheim met mij mee had mogen dragen en dat je eigenlijk continu... juist doordat je een open boek bent, heb jij veel meer dingen moeten verbloemen. Dus je hebt veel meer naar soort van op je tenen gelopen of in die verkramping gezeten. Ja, en vanaf een hele jonge leeftijd. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En jij gaf net, hè, voordat we de recorder aanzetten, zei je van, joh, ik heb vorig jaar niet kunnen sporten, want ik heb last van mijn rug. Mijn rug is ontstoken. Ja. En je zei ook net tussen neus en lippen door, van, ik heb mijn rug gerecht, zeg maar. Ja. Na dat boek, dat is ondertussen alweer een paar jaar geleden, heb mijn rug eronder zet en recht blijven staan. En als ik dan zo hoor, dan denk ik, ja, het is niet gek dat je nu last van je rug hebt. Nee, zeker niet. En het komt altijd ergens vandaan, hè. Ja. Dus daar ben ik echt wel van overtuigd dat het allemaal met elkaar te maken heeft. En ik denk wel dat ik daar wel weer stappen mee heb gemaakt. Dus dat of ik er 100% vrede mee kan hebben, dat is denk ik niet realistisch. Maar ik vind het wel gewoon weer prachtig om wielrennen te zien. Maar zelfs in mijn zwaarste periodes hoor, ben ik het altijd wel blijven volgen. Ja. Wat zie je als je zwaarste periode? Zelfs toen ik geschorst was. Mm-hmm. Dus dat was juli 2009. En ik denk ook wel dat de zwaarste periode, dat er 2 soort van periodes geweest zijn. Dat echt het moment dat je dan besluit om te stoppen. Mm-hmm, mm-hmm. Er is natuurlijk geen weg meer terug. Nee. Waarom voel je dat moment om te stoppen zo zwaar? Nou, omdat je dat altijd uitstelt. Mm-hmm. Op dat moment ben je ook natuurlijk niet eerlijk. Kijk, Cannondale en Garmin gingen samen. Mm-hmm. Dus er worden 2 pro-toeploegen, worden 1 ploeg. Ja. Dus dat kost gewoon heel veel plekjes. En als je gaat kijken, dan moet je ook realistisch zijn dat ik dat eigenlijk niet... Ik kwam natuurlijk op een andere manier in die ploeg als heel veel andere. Want het werk wat ik deed, ik heb nog Lombardije gewonnen. De laatste wedstrijd ronde van Peking met Dan Martin. Luik-Bastenaken-Luik ook met Dan Martin. Maar of het dat ik echt nog iets toevoegde wat er van mij verwacht werd, dat was waarschijnlijk niet zo. Nee. Nee, er zijn heel veel renners die er hun hele leven op kop rijden. En natuurlijk niet anders gewend zijn. Nee. En natuurlijk het allermakkelijkste wat er is. En dan kan je wel zeggen, wielrennen is een zware sport. Dat is het ook wel. Een hele dag kop rijden is ook, maar het is best wel simpel eigenlijk. Ja. Ja. Gewoon hard trainen. Hard trainen en ervoor leven. Ja. En je kan niet zoveel andere dingen erbij doen. Nee. Dus was het voor mij ook best wel... achteraf is het logisch dat ik geen contract meer kreeg. Toen ben ik dat urenkoor nog gaan doen. Mm-hmm. Maar dan hou je jezelf nog voor de gek, hè? Ja. Die periode dat je dat urenkoor aan het voorbereiden bent, denk je van, dan ga ik toch nog weer fietsen. Ja. Maar dat was niet zo. Dus als je dan stopt... Ja, toen ben ik... toen zijn net 3 commandos een tijdje naar Amerika... Mm-hmm. We hadden natuurlijk een soort van relatie, maar we hadden elkaar niet heel veel gezien die winter. Omdat ik dat unicorn aan het voorbereiden was. En dat is denk ik wel de moeilijkste periode. Dus dan kom je in Amerika, ook in een hele andere wereld weer. Ja. En nu. Weet je wel. In het begin, je doet gewoon niet zoveel. Nee. Voelde het als falen? Nee, niet meer. Nee. Ik kan wel een grotere plaatje door alle omstandigheden zien. Ja.
Dat ik heb gefaald, ja. Dat begrijp ik wel. Dat ik heb gefaald. Ja, dat, heb ik, dat is natuurlijk ergens. Zo, ergens. Maar nee, dat is allemaal al, denk ik, trapsgewijs duidelijk geworden. Mm-hmm. Eerlijk naar jezelf zijn. Zo'n verhaal zo opschrijven. In het boek, ja. Want ja, degene die het slechtst uit het boek komt, ben ik zelf, hè. Ja, ja. En ik weet ook wel eens laatst dat ik ook stelde ik mezelf ook de vraag van... stel je voor dat ik nou niet positief was geworden. Mm-hmm. Dat ik niet gepakt was. Ja. Had net zo goed gekund natuurlijk. Ja. En wat voor vervelend mens ik dan nu zou zijn. Wat denk je? Heel vervelend, denk ik. Ik denk dat ik bijvoorbeeld Thijs Zonneveld zou haten. Die zou me achtervolgd hebben totdat hij gewoon het helemaal rond kon krijgen. Ja. En ik was gewoon doorgegaan. Want Thijs zat al een beetje achter jou aan. Ja, ik kende Thijs wel. Maar Thijs is natuurlijk, die is er al van de mentaliteit, de onderste steen moet boven. Ja. En dan had ik wel denk ik echt een bitter persoon. Ja. En dan was ik misschien er doorheen geglipt. Zoals de meesten natuurlijk. Ja, we rijden natuurlijk ook weer een peloton nu rond waar nog heel veel renners doping sowieso gebruikt hebben. Ja. We weten, ik ben er niet bij of ze het nu nog steeds doen. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel logisch dat heel veel renners dat nog steeds doen. Ja. Als je dat je hele leven hebt gedaan. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En dus je zou het ook wel kunnen zien dat het gewoon maar goed ook is. Dat nou je ja, nee, bent. Maar dat vind ik juist wel interessant dat je tot dat soort inzichten komt. Dat alles wat je meemaakt in je leven, die ook tot de persoon vorm die je nu bent. Ja. En misschien leer je nog wel meer van de donkere kanten als de kanten waar het alleen maar goed gaat. Ja, definitely. Ja. Ben ik zeker. En daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ja. En laten we dat dan gebruiken in de rest van mijn leven om of iets terug te geven. Ja. Of mensen te helpen. En ik denk ook door die dingen dat je zelf ook een gelukkig persoon wordt. Ja. Ja, je kan nu, heb je, anders had je altijd met een geheim geleefd. Ja, en nu, ja, bij mij is het wel een streep eronder. Ja, nu kan je vrij leven. Ja. En dat uit misschien nog tot af en toe fysieke klachten. En je merkt, ja. Het is mijn lichaam is nog aan het oplossen. Ja. Maar het geeft wel de mogelijkheid... Om door te gaan. Door te gaan, ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En ik vind het ook wel leuk, want wat je nu dus zegt, ook voor de luisteraars, van... Ik weet gewoon zeker dat de mensen luisteren die ook zelf een donkere periode meemaken. Ja, we hebben het allemaal. Ja. Dus bijna niemand wordt gespaard. Nee. En wat voor de ene een groot probleem kan zijn, kan de ander denken, wat zit je daar echt mee? Maar je moet iedereen respecteren. Ja. En elk mens heeft een verhaal. Ja. En ik had het daar van de week over. Je ziet iemand op straat, een vader met een zoontje. En dat zoontje wil net oversteken. En... En die vader kan hem nog net zo pakken en die zegt, godverdomme, wat doe je nu? Weet je wel, die wordt boos op het kindje. En dan kan je wel langslopen en denken van, dit komt, wat een slechte vader. Die schuilt nu tegen zijn zoon of die reageert. Maar misschien heeft die vent wel vroeger zijn broertje verloren met iemand die overstak. Kijk, alles kan een ander verhaal hebben en het is nooit wat het lijkt. Nee. En dat is het hele leven steeds meer. Ja. Want op social media laten we dingen zien... Wat gewoon niet de werkelijkheid is. Of het is dat lekkere etentje. Ja. Of het is het bezoek aan de Eiffeltoren. Of het is op vakantie in Ibiza. Ja. Of het is een lachende familie. Ja. Maar alles heeft een verhaal. En daar ben ik wel dankbaar voor. Dat ik, wat ik vroeger heb, had ik ook altijd gelijk een mening. En ik heb nog steeds best wel een mening. Maar ik heb ook altijd best wel discussies over. Natalie zegt, je kan nooit kijken... wat er bij de ander thuis gebeurt, Thomas. Nee. En het is misschien wel helemaal niet zoals het lijkt. En als iemand zich zo gedraagt, dat komt ergens vandaan. Ja. En we worden allemaal al geboren als baby's, best wel onschuldig. Ja. En je kan wel een moeilijkere baby zijn als de ander. Maar in principe zijn we wel gewoon allemaal hetzelfde te doen als baby's. En daarna worden we gevormd en gaan we naar school en gaan we dingen doen. En word je opgevoed door je ouders of door je opa en oma als je ouders er niet zijn. Of weet je wel, alles heeft wel een verhaal en alles komt wel ergens vandaan. Ja. En die inzichten, of daarover nadenken, dat had ik denk als ik niet positief was gegaan op doping bij het wielrennen, was ik daar nooit achter gekomen. Ik vind het ook echt serieus super mooi. Ik sta er helemaal van te kijken van, joh, dat is super mooi wat je nu zegt, want zo is het ook gewoon. Ja, maar het is echt. En het is elke dag en het is overal. Het is in Brabant, het is in Noord-Holland, het is in Amerika. Ja. En in Afrika, in een township, hebben ze andere zorgen dan dat wij hebben.
En we hebben heel veel geluk dat ons bedje in Nederland staat. Want het is een van de mooiste landen in de wereld. Ja. En we kunnen wel klagen en we kunnen ons wel druk maken om Zwarte Pieten wel of niet. Of, het is bijna niet meer te betalen om in de binnenstad van Amsterdam te wonen. Maar een dorpje verderop woon je ook hartstikke mooi in Nederland. Ja, we hebben wel alle ingrediënten, weet je wel. Je hebt je ziektekosten en je kan gewoon naar het ziekenhuis en naar de dokter. En natuurlijk kost dat meer dan 15 of 20 jaar geleden. Maar we hebben het allemaal wel. Ja, en wees daar wel gewoon blij mee. Ja, en dat is heel mooi. En dan heb je af en toe die donkere dagen. Maar besef ook dat je door die donkere dagen, dat je daar weer beter uit kan komen. En het is wel denk ik belangrijk dat mensen wel zelf actie nemen om daar iets mee te doen. Ja. Want op het moment dat jij alleen maar binnen blijft zitten, dan... Ze komen het niet brengen. Nee, totaal niet. Nee, je moet het echt zelf doen. Ja. En er zijn heel veel leuke mensen en heel veel lieve mensen. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Ja. En denk je dat het boek bij jou eraan bij heeft gedragen om een stukje de verwerking van jou? Zeker, 100%. Proces? Ja. Het is wel een proces, denk ik, 7-8 maanden bezig ben om dat samen met Thijs dan op papier te krijgen. Nou ja, Thijs schrijft het dan en ik vertel het. Mm-hmm. En dan ga je ook wel echt door een golf van emoties. Als je dat natuurlijk helemaal weer zo aan het... als je jezelf daar helemaal weer in het verdiepen bent. En dan, beleven, denk ik. En beleven het dan, ja. Ik lag echt s'avonds wel in bed. Ik dacht van, oh ja, ik kan nu niet in slaap vallen. Want het gaat gewoon nog maar even allemaal door. En voel je dat dan ook echt in je lichaam? Ja, qua energie zit je dan wel heel laag in je energie. Ja, ja, ja. En wat wel grappig was, toen het boek klaar was, dus dan ben je ook door het proces gegaan dat je familie het heeft gelezen, wat natuurlijk super moeilijk is. Ja. Dan duurt het 6-7 weken voordat het gedrukt wordt. En die 6-7 weken kan je niks meer doen. En ik weet nog dat ik 2 weken voor die uitzending van De Wereld Draait Door dacht, nou, mijn familie is redelijk rustig. Kees en Karim bijvoorbeeld in Brabant, soort van tweede ouders. Mijn vrienden. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ja. Maar dan moet je nog helemaal door dat proces dat het gaat bekend worden, weet je wel. Ja. Dus jij was er zelf klaar mee? Ik was er klaar mee. Ik had het soort van verwerkt. Ja. Het was eigenlijk voldoende geweest. Ja. Je had therapeutisch geschreven. Misschien had je het niet. En toen kreeg je toch een keer een extra therapeutische. Nee, maar grotere plaatje ben ik echt ben ik heel blij hoor dat het is uitgebracht. Ja. En, ik heb ook zoveel positieve reacties gehad. Ja. Van mensen die met die zelf een soort van probleem hadden. Of een. Dat kan natuurlijk alles zijn. Het is heel herkenbaar. Ja, want ik ben ook wel eens nieuwsgierig. Hè? Want jij hebt best wel het geheime gedragen. En ik merk ook, weet dat toen. Dat weet jij natuurlijk ook wel. Toen je als kind zijnde koerste, toen bij de junior. Ja. Toen je dan net begon met winnen. Dan fiets je zo als een vrije vogel. Ja. Dus gaat het echt alleen maar, het gaat niet om geld. Nee, het gaat gewoon... Het gaat niet om het gaat gewoon echt om die beleving. Ja, maar op het moment dat jij voor het eerst in aanraking komt met doping, je weet dat je zeg maar, met doping op de fiets zit, wat gebeurt er zeg maar, qua gevoel op de fiets? Het grootste is dat je denkt, dit doet iedereen. Ja. Dus dat zo praat je natuurlijk. Ja, tegen jezelf, je gaat goed praten. Dus dit moet je doen om op dat niveau te komen. Of ik me daar op dat moment... Ik maakte me er wel druk om. Mm-hmm. Dat was wel het jeugdige was er wel van weg. Het begon wel echt als een heel dingetje te voelen. Ja, als onbevangen fietsen was weg. Ja. Maar denk je dat je dan... Hè, want dan zit je meer met verkramping op die fiets. Denk je dat dat ook invloed had op je resultaten? Ik denk als je je daar te veel in laat meeslepen, dat dat zeker wel is. Maar in het begin hou je jezelf gewoon voor de gek en denk je van dit is het juiste wat ik doe. Ja. Maar op momenten dat is pas als het dan echt fout gaat, dat je dan echt realiseert zo van... ik weet nog dat ik bekend werd dat ik dan gepakt was. En dat ik echt zo dacht, over 2 jaar ben ik weer terug. Ja. Dat is echt een dikke mentaliteit, jongen. echt zo van, En het was natuurlijk ook heel zuur. Er zijn natuurlijk echt meerdere facetten van het hele proces. Ja. Dat je bij Lotto rijdt, Lotto Soudal. Je bent weg bij Rabobank. Wat natuurlijk best wel pijnlijk is. En ik deed toen ook geen doping meer. Dus ik was weer echt gewoon goed bezig. Ik had nergens zakken bloed liggen. Of ik dacht echt zo van, ik ben hier wel klaar mee. Dus ja... En dan word je gepakt. Dan ga je naar de Tour eigenlijk zonder doping. Ja.
Ik ben net nog een derde geworden in die lange tijd in Zwitserland. Achter Cancellara en Tony Martin. En ja. Misschien was het dan wel gewoon goed gekomen. Maar ja, dan had je wel dat verleden nog steeds achter je. Wat je wel had gedaan. Ja. Wat had nog kunnen uitkomen. Ja. En misschien was je wel gedacht van een paar jaar later. Misschien moet ik toch weer een beetje iets gaan doen. Ja. Om hetzelfde wat die anderen doen. Ja. Maar ik geloof er heel erg in. Maar ik weet niet hoe jij het gelooft. Ik geloof er heel erg in dat dingen moeten gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Ja. En dit heb jij waarschijnlijk nodig gehad om uiteindelijk iets wat je nu nog aan het creëren bent. Jij komt nog met iets, hè? Gewoon om de Thomas te zijn die uiteindelijk de Thomas is. Ja, maar daar heb ik wel heel veel geluk mee, hè? Ja. Hoezo? Nou, heel veel mensen hebben niet die kwaliteit die ik wel heb. Ja. Die dat ik bijvoorbeeld iets fatsoenlijks over wielrennen kan vertellen. Ja. Wat mensen boeiend vinden. Ja, maar ik denk maar stel dat iedereen die kwaliteit heeft. Maar je moet er iets mee doen. Zeker, maar natuurlijk. Ze zijn allemaal hetzelfde babytje, toch? Zeker, zeker. Dat klopt. Dat klopt. Maar heel veel wielrenners over het algemeen zijn natuurlijk wel een soort van einzelgangers op een jonge leeftijd. Ja. Ik was best wel een sociale wielrenner. Dus mij kan je wel overal neerzetten. Ja. Of je me nou een maandje meeneemt in Italië met mensen die ik niet ken. Wordt sowieso wel gezellig. Ja. En we maken er iets moois van. Ja. En heel veel hebben natuurlijk niet die... Stel je voor dat je gewoon een wat onbekendere wielrenner was. En dan kan je nog zo'n boeiend verhaal hebben, maar dan koopt niemand het boek. Nee. Klopt. Dus dat zijn wel dingen waar je die mijn kant een beetje opvallen. Ja, maar dat heb je uiteindelijk ook zelf gecreëerd. Klopt ook weer. Hebt uiteindelijk, wat jij op het begin zei, je hebt ergens fucking hard voor gewerkt. Je hebt iets gemanifesteerd. Al niet op de goede juiste weg. Maar je hebt er wel bepaalde keuzes gemaakt. En ik vind dat wel respect. Ja. En jij doet nou zeg alsof jij net toevallig die kwaliteiten hebt. Nou, ik denk wat je op het begin zei, als je iets wilt, dan kan je het ook bereiken. Dat klopt ook. En ik heb daar ook wel een heilig. Ik ben daar ook wel. Dat is misschien ook een soort van andere manifestatie als echt gewoon de beste wielrenner worden. Ik denk ook wel dat ik dat gewoon goed kan. Ja. Snap je? Dus dat is zij al 1-0 voor. Ja. Maar zo werkt het toch? Zo werkt het. Dus we hebben allemaal in het leven, als we discussies voeren waar we dan zogenaamd iets van af weten, dat je daar met meer vertrouwen je verhaal vertelt, als dat je een globaal verhaal waar je wat kleine informatie over hebt. Werkt het wel gewoon zo. Als je iets met je passie, en daar wil je voor gaan, doet, dan komt het bijna altijd goed. Ja. En merk je, want dan ben ik dan heel nieuwsgierig naar, merk jij, want jij staat, je gaat nu bijvoorbeeld met de Giro mee voor het AD, maak je filmpjes en ben je daar heel erg bij betrokken. Merk je dan ook dat het heel erg belangrijk is dat je dan, want ik vind dat ook gewoon topsport. Want toen ik gestopt ben, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar eigenlijk vond ik mijn topsportleventje eigenlijk maar niet zo heel veel voorstellen. Dan heb ik mijn carrière staat in niets bij wat jij hebt gedaan. Maar toen ik dus voor mijn sportleven kon ik gewoon mijn oogklep op en kon gaan. En toen het normale leven er was, dacht ik, oké, fucking hell, weet je. Nu moet ik gewoon echt die balans gaan zoeken. En ik wil carrière. En nou, op het moment dat je dan in zo'n Giro zit, dat is eigenlijk nog veel of zwaarder, denk ik. Oh ja, zeker. Dan koersen zelf. Het is makkelijk om die Giro te fietsen, hoor. Ja. Maar je moet heel erg goed voor jezelf zorgen. Want op het moment dat jij voor die camera staat en je verhaal wilt vertellen, moet je wel heel goed voor je energie zorgen. Ja. En dat ik sta altijd gelijk aan. Ja. Dus ik kan nog gewoon helemaal helemaal kapot zijn of maar dat kan, dat tover ik er gewoon altijd uit. Maar dan ben je wel na een zo'n Giro helemaal gesloopt. Ja en nee. Ik denk dat sowieso als je iets een maand lang heel intensief doet met een kleine groep mensen en je komt dan weer in de normale wereld, want je leeft ook die maand in een bubbel van hotel naar hotel. Ja. Dat het altijd moeilijk is, maar dat is hetzelfde als ik weer terugkom uit Amerika of we zijn ergens geweest en ik kom weer. Hier eventjes terug of ik ga mijn familie bezoeken. Is dat ook een hele overgang? Maar dat is met zo'n Giro ook zo. En dat is ook met de Giro fietsen zo. Ja. Echt na een grote ronde, die maandag als je dan thuis komt, die dinsdag, woensdag, donderdag, is best wel raar. Ja. Want je hebt een maand lang gehad, hoe laat moet ik eten? Hoe lang is de rit? Je houdt jezelf de hele dag voor de gek. Ja. Omdat je denkt, dit moet ik toch doen? Dus ik doe dit maar. Ja. En dan en dan weer terugkomen en dan weer even landen in de normale wereld. Of even niet in die hectiek. Dat gewoon sowieso heel moeilijk is. Mm-hmm. Voor iedereen.
Ja, en wat helpt jou dan om weer te landen? Ik denk dat het ook tijd is. Dat het gewoon op een gegeven moment alweer weg hebt. Mm-hmm. En dan heb je weer iets wat je moet gaan doen daarna. Mm-hmm. Maar dat is wel een stukje moeilijker als je bijvoorbeeld... zoals heel veel die daarmee gingen... die hebben dan kinderen thuis. Een vrouw of een man. Dus dan kom je in een andere soort situatie thuis. En dan moet je daar weer gelijk door met de orde van de dag. Die moeten naar school. Ja. Ze hebben allemaal een baan. En bij mij is dat natuurlijk weer anders dan. Ja. Bij mij is dan echt een paar dagen niks. Ja. Als niemand mijn deur opent, dan komt er niemand binnen. Nee. Ja, dat is wel heerlijk. Hè? Dan heb je echt weer de rust om bij te tellen. Ja, ja. Ja. Ja, maar dan is het wel lekker als je dan ook weet wat je daarna weer gaat doen. Ja. En als je nu eens terugkijkt, Thomas, op jouw leven, hè? Ja. Tot nu toe. En je hebt echt supermooie dingen. Ik mag wel heel gelukkig zijn dat ik ook zoveel mooie dingen heb mogen zien. Want dat vergeet je wel eens. Ja. In zo'n verhaal. Maar welke lessen heb jij... Welke lessen hebben jou sterker gemaakt? En die je nu nog meeneemt? Nou ja, ik denk sowieso de hele situatie... en hoe het is afgelopen... daar ben ik wel heel blij mee. Mm-hmm. Gewoon als mens. Mm-hmm. Niet het sportief niet, maar... Ja, de meeste lessen is toch wel... de grootste les is gewoon keuzes maken. Mm-hmm. En dat kleine keuzes op een jonge leeftijd, maar ook op een oude leeftijd... maar bij mij was het dan op een vrij jonge leeftijd... hele grote consequenties kunnen hebben voor de toekomst. En ja, we zitten nu in 2018, eind 2018... en we hebben het nog steeds over dit verhaal. Dus... Ja. Ja, ik vind het echt moeilijk om er iets uit te pikken van dit en dit en zo is het. Het is meer, denk ik, een hele grote zak met bagage die ik heb meegekregen. En dat heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En ja, daar kan je voorstander van zijn of tegenstander. Maar ik denk wel dat ik door alles een beter mens ben geworden. Ja. Dus dat is eigenlijk wel, dat is wel het mooie ervan. Ja, mooi. En jij zegt kleine keuzes die je hebt gemaakt. Wat voelde toen als een kleine keuze? Nou, gewoon je leven. Als je dan je eerste weekend met Rabobank weggaat... Mm-hmm. en dan ga je naar een of andere tent laten met allemaal vrouwen. Dat lijkt heel klein. Ja. Om ja te zeggen om mee te gaan. Ja, want er gingen echt geen 25 renners mee. Nee. Dat was een groepje van 5 of 6. Ja. En jij zit daar gelijk in als eerstejaarsprof. Ja. Dus dat lijkt dan geen keuze, maar het is wel een kleine keuze geweest. Dat je gelijk in die kant van de ploeg zit. In de verkeerde kant. Want die jongens bedoelt ook niet verkeerd. Nee. Maar die weten ook niet beter. Nee. Maar dat is wel bijzonder. Ja, dat je, en dat hebben we allemaal wel eens weten. Dat je denkt, een keuze die toen gewoon eigenlijk heel logisch was. En dat je achteraf denkt, oh, het ging echt zo vanzelf. En achteraf gezien dat je denkt... Stel voor dat ik op dat moment gewoon nee had gezegd. Ja. Gewoon niet met het groepje mee naar wat er allemaal precies ging gebeuren. Dat je gewoon nee had gezegd. Ja. Of dat je toevallig... Maar dan ben ik ook wel weer zo'n... Ik ben ook wel... Het is ook wel weer Thomas ten voeten uit. Ja. Snap je? Dus ja, dat is ook mijn kracht. Ja. Maar het is ook tegelijkertijd mijn valkuil. Ja. Nou, mooi is het zo kan zien. Ja. Ja, je moet daar ook weer positief uithalen en die kracht benutten om wel iets voor jezelf. Of wel iets voor jezelf voor elkaar weer te krijgen. Ja. Hey, en Thomas, waar ik ook nog heel erg nieuwsgierig naar was toen ik onderweg was naar jou, is je hebt nu een relatie. Heb jij tijdens je sportcarrière ook een relatie gehad? Ja, met Linda uit Hapert. Uit Hapert, oh, vandaag. 8 jaar lang. 8 jaar lang. Ja. Ja, daar heb ik me ook al echt zo verschrikkelijk schuldig over gevoeld. Uh-huh. Over wat voor persoon ik af en toe wel niet ben geweest. Ja. En het is toevallig ook gewoon een heel lief, leuk meisje. Ja. En ik hou er nog steeds heel veel van. Ja, wat is die is ook in een storm terechtgekomen. Ja. Op een 19e en ik op mijn 21ste. En alle ups en downs en het gelieg. Ja, ook tegen haar natuurlijk. Ja. Want dat... Ja, en dan niet eens over de doping hoor, want ik ben echt een... maar gewoon de dingen die ik deed buiten dat. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze me ook wel vergeven, denk ik.
Maar dat is wel een proces waar ik me echt, echt heel schuldig over voelde. Nee. Nog niet eens, niet eens naar mezelf, want ja. Nee. Ja, ik ben er zelf niet verantwoordelijk voor. Ja. Ik zie het aan je. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja. En, maar ja, ik ben wel blij dat ik dat zo voel. Uh-huh. Ja, natuurlijk, want dat wil ook zeggen wat je voor, toch voor elkaar hebt betekend. En ik was er ook gewoon nieuwsgierig naar, want het is natuurlijk ook niet makkelijk om, mag ik dat zeggen? Misschien is dat een oordeel. Nee, hoor, mag ik maar alles zeggen. Dat ik heel vaak zie, hè, dat relaties hebben met de topsporten. Ja. Want wat jij nu zegt over dat jij, zeg maar, voor jouw vriendin nu, dat is Amerika, dat haar leven, dat jij af en toe het gevoel hebt dat je, zeg maar, je aanpast voor haar. Ja. Dat hoor ik je tussen de regels onderweg zeggen. Dat heeft Linda altijd voor jou gedaan. Ja, en dat is natuurlijk wel extra verdrietig. Ja. Dat iemand met zulke goede intenties en zoveel geduld, dat je die zoveel pijn hebt gedaan. Ja. En ik heb het daar ook wel eens over met Linda. En ze zegt ook, de persoon die je nu bent geworden, of dat je wel gewoon, je zegt, ik vind je gewoon altijd een hartstikke leuke Thomas. En dat ging op een gegeven moment niet meer. En op een gegeven moment moest het stoppen. Maar ze zegt, wees blij dat je er wel gewoon van geleerd hebt. Ja. En dat je je leven gedeeltelijk weer hebt opgepakt. En dat het dan niet met elkaar is. Dat is niet zoals we dat vroeger dachten misschien dat het zou gaan. Maar wees blij, we zijn alle twee gewoon goed uitgekomen. Ja. Dus ja, dat is dan ook wel weer mooi dat je gewoon wel gewoon heel goed met elkaar kan zijn en alles voor elkaar eigenlijk zou willen doen. Ja. En dat vind ik wel mooi dat dat gewoon goed is. Ja. Maar ik zou het dan ook, komt ook natuurlijk, of dat is een aanname wat ik nu doe, dat je ook met jezelf worstelt in die periode. En dat jij zegt, ik heb gelogen voor haar. Dus je hebt ook gewoon niet alles, het is helemaal soepel gegaan. Nee. Dat heeft natuurlijk gewoon ook alleen al het feit dat je je eigen je bubbel leeft. Ja. Dat heeft wel impact op een relatie. En laat staan de rest er nog omheen. Nee, ja, er zijn zoveel acties. En daar word je natuurlijk ook wel over af en toe aan herinnerd. Je denkt, oh ja, dat heb ik ook allemaal nog gedaan. En vroeger heb ik dat ook wel echt gewoon niet goed aangepakt in mijn relatie. En daar heb ik wel echt veel van geleerd. Dat je gewoon wel echt alles bespreekbaar moet maken in je relatie. Mm-hmm. Dus je besprak dingen niet? Of wat bedoel je dan precies? Nou, nee, ja, gewoon, nee, zeker niet. Nee, ja, het was geen evenwichtige relatie. Nee. Het was meer mijn leven. Ja. 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 En hoe kwam dat dan? Nou ja, als je gewoon op een hele jonge leeftijd heel goed ergens in bent en iedereen loopt met je weg, dan ga je dat op een gegeven moment zelf ook wel geloven. Dus je liep een beetje langs je schoenen? Zo zou je het kunnen noemen, maar... Het is natuurlijk alweer een uitspraak van mij. Nee, maar ja, of het echt dat is... Het is ook volkomen logisch, denk ik, waarom bepaalde dingen gebeuren. Nou, ik weet je, ik herken me er heel erg in. En mijn vriend heeft ook wel eens tegen mij gezegd van, Sanne, weet je, destijds ging ik gewoon in mezelf geloven dat ik bepaalde dingen nodig had. Ja. En dat ik bepaalde dingen moest doen, structuren in huis. En omdat hij ook zag dat mij ten goede van mij kwam, of althans, dat dacht hij, gaat hij er ook in mee en zegt, weet je, dat is prima, ik zal maar geen nee zeggen. Maar ik kan me dan ook vervolgens voorstellen, want nu met Linda, dat het vervolgens een nieuwe relatie instap is heel anders. Ja. Ja, dat klopt ook. Ja, en bij mij, daar heeft Linda denk ik wel meer afgezien door mij dan ik. Want we hadden wel altijd een hele leuke relatie. Ja. Dus het was niet, wij waren niet aan het vechten om dingen. Nee. Ja, of ik had misschien weer iets gedaan of zo. Of waar zij het niet mee eens was. Maar het was wel gewoon een hele leuke relatie. Ja. En dat maakt het wel extra moeilijk als je dan weer een volgende relatie moet. Mm-mm. En Natalie heeft mij natuurlijk ook weer een soort van overkomen. En dan weet je natuurlijk in het begin helemaal niet dat het zo gaat lopen. Nee. Het is nu al 4,5 jaar zo. Maar Linda moest gewoon in Eindhoven en omstreken weer door in het leven. Ja. Ja.
En dat is best moeilijk. Ja, dat is verhaal. Ja, maar zeker als je best wel gewoon leuk hebt buiten die excessen. Ja. En dan heb je misschien nog wel ook wel de hoop zo van... ja, hij is nu ook ouder geworden. Misschien kan het ooit nog wel eens iets worden. Ja. Weet je wel? En ja, daar moet je waarschijnlijk gewoon heel eerlijk zijn. En dat er misschien ook wel te veel kan gebeurd zijn. Ja, omdat het gewoon klaar is. Ja, en dat je wel gewoon van elkaar houdt. Ja. En... maar dat het niet de basis is van een relatie meer. Nou ja, wat is dan voor jou belangrijk in relatie? Nou ja, kijk, ten eerste moet je natuurlijk gewoon... Dat is een gevoel wat je niet kan uitleggen. Dat je maar een paar keer... Of ja, ik zie niet zo heel snel mensen waar ik denk van daar kan ik mee samen zijn. Ja, ik denk sowieso als je qua communicatie met elkaar, als dat niet gelijkwaardig is. Kijk, een topsporter gaat altijd meer geld verdienen en meer aandacht krijgen als de wederhelft. De wederhelft moet dan toch meer af en toe een stap naar achter moeten zetten om die sporter te kunnen laten succes te laten hebben. Maar het moet wel emotioneel en zo gelijk zijn. Ja. Het moet wel volledig gelijkwaardig zijn om haar dat stukje terug te geven. Ja, dat is super of hem belangrijk. Een stukje terug te geven. Ja. Met de aandacht die jij krijgt voor je sport. Ja. En we hebben het natuurlijk ook gewoon over sport, hè? Ja. En ja, weet je wel, dat maakt natuurlijk allemaal heel groot en heroïs. En we maken helder ervan. En, maar er zit wel een partner vaak aan de andere kant. Waar je eigenlijk wel een gelijkwaardige relatie mee moet hebben. Ik heb ook niet een gelijkwaardige relatie met Natalie qua bijvoorbeeld het leven dat zij leidt. Het is veel extremer en groter. Maar emotioneel is het wel gewoon gelijkwaardig. Ja, maar dat is belangrijk. Ja, en ik zou dat ook niet kunnen als man zijnde. Dat ik echt zo denk van ja, ik ben dat gastje voor erbij of zo. Ja. Weet je wel, dat is niet wie ik ben. Nee. En what's next? Want nou ja, ik, 2019 heb ik al helemaal volgepland. Ja? Ja, dat was wel best wel weer een drukke winter. Heb je er zin in? Zeker, ik heb heel veel zin in. En het is ook goed om daar heb ik al een tijd lang tegen aangehikt. Dat je wel echt om je heen aan het kijken bent. Mm. Maar dat je het niet echt aanpakt. Yeah. En dat wat ik al eerder aangaf, dat is ook af en toe moeilijk in het leven dat ik leid. Maar nu met gewoon weer een soort van cursus te doen. Dan het hele jaar voor het AD dat we mogen maken. De combinatie met Natalie erbij. Ja, mooi. Is het gewoon weer een heel druk jaar. Ja, ja en ik hoor je ook, aan het begin van het gesprek hoor je ook zeggen van een stukje opleiding, iets terug doen in het wielrennen. Ja. Zie je dat nog echt doen? Ja. Weet je, misschien 2019 nog niet, maar... Nee. Nee, ja, dat voelt echt sowieso. Ja. Dat lijkt me hartstikke leuk. En... maar ja, dat heeft er ook gewoon mee te maken van... ik denk ook dat het wel nodig is, hoor, in een relatie. En zeker na de jaren, hoe lang wij bij elkaar zijn. Dat het voor Natalie ook goed is om te zien dat ik weer ergens voor ga. Mm-hmm. Ja, ja. Want op een gegeven moment ben je verliefd geworden op een topsporter. Ja. Die sport, die kent ze dan niet. Maar ze ziet wel iemand die ergens volledig voor gaat. Ja. En dan maken ze nog die laatste wedstrijd mee en dan stop je. Ja. Maar zeg net, wat je doet, weet je wel, dat boek wat je hebt geschreven, je kunt zeggen wat je wil. Het is een bestseller geworden. En als je iets doet, doe je het vaak gewoon wel heel goed. Ja. En ik heb ook helemaal niet mijn best gedaan met Expeditie Robinson. Je komt wel weer tot de finale. Ook als je niet dat je het helemaal zelf inzag, dat je dat wilde. Of dat je dacht van dit gaat nog een verschil maken in mijn leven als ik dit programma win. Maar je komt wel altijd overal. Ja, en als je video's maakt voor het AD, vinden mensen leuk. De podcasten worden goed beluisterd. Ja. Er is wel vraag gewoon naar. En dat is natuurlijk op zich wel fijn. Ja, dat is super gaaf. Ja. Ja. Ja, en ik weet nog dat wij, dat is denk ik ondertussen misschien wel een jaar geleden, zodat we samen hebben gefietst bij Simakoppie. En toen spraken we elkaar. Toen zei ik al van, ja, weet je, ik wil iets, maar toen was je Ja, maar dat is nog steeds ook wel moeilijk, hoor. Want dit voelt nog steeds niet als ik heb het. Nee, maar... Maar ik vind wel dat ik die dingen moet doen. Ja. Nee, maar dit is gewoon de weg ernaartoe, althans. Ja. Zo klink jij, weet je. Van, je hebt eventjes, zeg maar, in een periode gezet naar dat boek. En vervolgens ben je zoekende geweest van... Oké, welke eerste stap ga ik eens proberen? Ja. Want je bent weer eigenlijk aan het ontdekken van... Oké, wie is Thomas? En wat wil Thomas? Ja, en je hebt natuurlijk helemaal geen geduld. Nee. Ja, nee, dus je wil dat morgen... boek komt uit en dat... Ja. Dan ben je dus een jaar mee bezig. Nou, dan duurt het nog een jaar, de nasleep. Ja. Nou, dan zijn we nu bijna 2 jaar verder. Ja.
Nee, we zijn 16 november 2016 kwam je uit. En het is nog best wel een hot item. Ja, moet je nagaan, ja. Dus weet je wel, je wil het liefst gewoon die stap overstaan. Nou, dan zijn we daar klaar mee. Dan gaan we nu dit doen. Ja, next. En dan gaan we dat doen. Ja. Ja, en soms heb ik tijd nodig om dingen te laten landen van, oké, om te voelen van, is dit het pad waar ik heen wil? Ja. Nee, ja, dat zeker. Ja. En dat kost gewoon tijd. Ja. Ja, maar ik vind het wel gaaf om je hier zo te zien zitten met dit verhaal. Weet je, dat het gewoon, het gaat gewoon goed met je. Ja, maar dat heeft ook echt nog wel heel lang geduurd. Ja, maar dat is toch wel weer ergens goed voor geweest. Ja, zeker. Want hoe lang denk je dat het geduurd heeft, dat je weer echt goed voelde? Ja, dat is ook wel, denk ik, met ups en downs, hoor. Mm-hmm. Het is niet zo dat je heel de down bent en dat je dan op een gegeven moment langzaam omhoog gaat. Ja. Je hebt altijd wel momenten waar je jezelf aan vasthoudt. En ja, hoe lang? Ik denk dat ik daar nog steeds niet ben. Dat gewoon een constant proces is. Ja, misschien is dat ook... bedoel, bij jouw leven is iets minder regulier als bij iemand anders. Ja. Maar ik denk dat... Maakt het ook moeilijker, hè? Ja, maar wat ik eigenlijk naartoe wil is... Ook al, dat maakt misschien wel moeilijker... Maar iedereen heeft in zijn of haar leven gaat met ups en downs. Echt, het is overal. Ja, dus ik denk dat er geen highway is rechts omhoog. En dat het daarom gaat. Nee. Maar wat heeft jou geholpen, of wat helpt je misschien nu nog op het moment dat je merkt van oké, ik ben even wat down of het loopt even niet zo lekker. Wat helpt jou dan? Nou, ik ben wel iemand die daar echt zelf doorheen moet gaan. Mm-hmm. Dus ook als ik down ben, dan heb ik altijd wel het gevoel dat ik daarmee moet dealen. Mm-hmm. En dan is het wel vervelend zoals het afgelopen jaar dat je niet sport. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel lekker gewoon. Ja, een uitlaatklep, ja. En mijn familie die er altijd gewoon is. Maar het is wel moeilijk, omdat je zo ver weg bent vaak. Ja. Om nou echt te kijken wat gebeurt er in Thomas' leven. En dat heb ik hetzelfde natuurlijk met hun. Dus bij mij de meeste steun is wel door Natalie, denk ik. Ja. Ja. Fijn. En ook een stukje bepaalde rust. Doe je het mediteren? Mediteren, ja. En we hebben echt heel veel verschillende soorten therapieën gedaan. Van heel zweverig tot, maar ook gewoon echte therapie. En gewoon... En wat brengt dat jou dan? Rust. Rust, ja. En mediteer je dagelijks? Moet ik eigenlijk wel doen, maar dat doe ik niet. Waarom doe je het niet? Nou ja, dat omdat ik... niet echt extreem langer al in zit. Nee. Maar ik probeer het toch wel 4-5 keer in de week te doen. Oh, dat is mooi. Ja. En met ademhalingsoefeningen. Ja. En daar zou ik nog wel mijn certificaat in willen halen. Want ik denk dat er ook heel veel in zit. Gewoon een soort van rust te creëren in de wereld waarin we leven. Ja. Dat je s'avonds in bed ligt. Dat je dan nog even op je telefoon kijkt. Ja. Ik doe er heel veel in mijn coaching. Help ik mensen echt met een stukje ademen. Ja. Om weer, weet je wat, die rust te vinden. Het stukje mediteren. Ja. En wat ik vaak doe, ik merk dat heel veel mensen stort van schrikken met mediteren. Ja. Nou ja, het heeft natuurlijk een soort van imago. Maar dat is het natuurlijk al lang al niet meer. Nee, wij zijn allebei niet zo soft. Nee. Nee, totaal nee. Absoluut niet. Nee, maar het helpt. Maar dat is wel het mooie om dat gewoon in het leven te betrekken en mensen een bepaalde tool te geven om beter te kunnen functioneren in deze wereld. Ja. En kijk, het maakt echt niet uit. Mediteren, als je daar eenmaal in zit, het heeft nut voor iedereen. Ja. Of je nou in de fabriek gaat werken, of het land moet gaan besturen. Ja. Iedereen heeft wel zo'n soort van rustmomentje of zijn reset nodig. Ik vind het echt een soort focus geven. Ja. Weten van, als ik 's ochtends gemediteerd heb, en al is het maar 5 minuten, even rustig. Oké. Wat ga ik vandaag doen? Focus. Gewoon het eerst die rust bij mezelf. Ja. En waar heb ik behoefte aan? En dan ga ik weer verder. Ja. En dat zorgt er gewoon voor dat ik gewoon dichter bij mezelf blijf. Ja. In plaats van dat ik opsta, koffie, pak en boterham en hup. Ja. En dan zit het er helemaal in die verkeerde vibe. Het is echt een soort van valse start van de dag. Ja. Ja. Ja, een stukje ademen. Ja. Heb je dat ook tijdens de sport te veel mee gedaan? Nee, niks. Niks. Heb je nu ook ooit niet zoiets van, joh, alles wat ik nu weet, weer opnieuw begin? Ja,
Ja, maar dat, daar heb ik heel vaak over nagedacht. Maar dat is gelukkig ook wel... dat kan niet, hè? Nee, dus ja. Dat kan niet, hè? Ja. Nee. Ja, maar dat is wel gaaf als je dan met die ervaring iets anders zou kunnen doen. Ja. En dat heb je natuurlijk indirect al gedaan met je boek. Ja. Ja, nee, ja, dat, ik denk echt wel dat er wel een toekomst in is om mensen daar wat meer bewust van te maken. Ja. Ja. Oh, gaaf. Mooi, man. Thomas, wat ik wilde doen, ik ga eventjes kijken op mijn... Oh ja, de vragen. Ja, ik had verschillende vragen doorgekregen. Die ga ik eens eventjes erbij pakken, want ik had aan mijn luisteraars gevraagd van... joh, vertel me, wat mag ik Thomas gaan vragen? Ja. En ik had er van alles eigenlijk al heel veel leuke reacties gekregen van mensen. En Maaike Bruggeman en Suzanne Beekman, die hadden gevraagd van... hoe incasseer je het als mens als iedereen zo tegen je is en iedereen een mening over je heeft? Een intrigerend proces. Ik ben benieuwd hoe hij dit heeft aangepakt. Hoe blijf je incasseren, rechtop staan, vallen en toch weer herpakken? Nou, ik denk dat het belangrijkste is natuurlijk dat je achter je verhaal staat. Mm-hmm. En het is geen mooi verhaal. Nee. Het is niet iets waar je trots op bent. Maar het is gebeurd. Ja. En we moeten nog heel lang, als het goed is, op deze wereld verblijven. En er is ook geen andere manier. Er is geen andere manier om je rug niet recht te zetten en door te gaan. Je kan moeilijk opgeven. Dus het voelde niet echt als een keuze. Nee, dan moest dat gewoon. En... Ja, ja, en zeker als je A zegt, dan moet je natuurlijk ook B zeggen. Maar dat ik allemaal gedacht had dat het niet zo groot ging worden. Mm-hmm. Nou ja, dat kan. Mm-hmm. Dat is het dus wel geworden toen. Ja, en dan moet je ermee dealen. Maar dan heb je in het begin ook nog wel, dacht ik ook, had ik dit wel goed gedaan? Mm-hmm. Had ik dit niet anders moeten doen? Maar op een gegeven moment praat je dan ook met mensen om je heen. Thomas, het is gebeurd. Je hebt opgeschreven. Wees blij. Wees daar trots op dat je dat wel hebt kunnen doen. Mm-hmm. En nu moet je verder. Ja. En ben je dan ook wel... ook niet gaan denken van... Oké, okay, weet je, jouw mening is prima... maar laat die maar lekker bij jou. En dat je niemand zegt zijn mening in mijn gezicht, hè? Nee? Nee. Echt niet? Nee. Nee? Maar wel via social media of... via... Nee, dat, ja, op Twitter in het begin. Twitter is natuurlijk het riool van social media. Dus dan kan je natuurlijk anoniem je verhaal doen... Maar dat is ook helemaal klaar. Ja. Mensen zijn niet meer zo negatief. Nee, maar op het begin was dat wel zo. Ja, ik heb toen ben ik op Twitter uitgelogd. En toen heb ik 4 maanden niet op Twitter gekeken. En daarna was het eigenlijk wel prima. Ja, en dan heb je zelf je eigen... Ja. 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 Om wel bijzonder... Maar ik vind het ook wel weer... bewonderenswaardig. Waar mensen soms de energie vandaan halen. En die dus totaal niet nadenken. Wat maakt die persoon mee? Ja. Maar dat puur veroordeeld. Ja. Dat is echt raar, hoor. Ja, ik sta er ook van te kijken. Ja. Dat je denkt, oké, okay, dat je überhaupt de moeite neemt om dit te schrijven. Ja, er zijn echt mensen met een bepaald IQ. Ja. Dat je denkt van, je zit onder een grens. Ja. En jij leeft in zo'n kleine wereld. Ja. Wat jij nu drop. Hoe zou je dat vinden als we dat over jouw kind doen? Ja. Of over jouzelf? Ja. Ja. Want jij hebt ook verkeerde beslissingen gemaakt toen je jong was. Natuurlijk. En vandaag heb jij zelfs nog verkeerde beslissingen genomen. That's life. Maar dat is voordat je dat doorhebt. Dat je denkt van ja... die mensen doen dit ook. Omdat er een reden is. Ja. Omdat ze daar een reden voor hebben. Of denken te hebben. Ja, ik af en toe vind ik dat wel echt intrigerend. Hoe mensen daarover nadenken. En... Ja, ik sta er ook helemaal voor. Geen gewoon dat je wel. Het zijn mensen die. Maar het jammere van dat verhaal is dat je al die mensen die dat zouden zeggen, dat niet in je gezicht doen. Ja, dan moet ze eigenlijk ook gewoon. Je kan niet altijd naar iemand op de straat toe lopen, begrijp ik, en dan een verhaal doen. Je bent niet heel vaak in de buurt. Maar dat de meeste mensen niet eens een gesprek in één op één met mij zouden durven voeren, dat zijn echt 9 van de 10 van dat soort mensen. Ja. En het is juist, ja, dat zou krachtiger zijn. Ja. Ja. Nou ja, of weet je wel. Maar of in ieder geval, dit is mijn mening. En je mag een mening hebben. Je mag voor of tegen zijn. Mm-hmm. Maar gewoon, het moet wel een beetje beargumenteerd worden. Ja. 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 Ik kreeg ook een vraag van iemand die vraagt of het nou echt nodig was om namen te noemen in je boek. En
nou ja, ik heb toevallig nog net voorafgaand hier aan dit interview het interview gelezen van de wereld, of interview gezien van De Wereld Draait Door. Dus ik denk dat John van Wijk heet hij, dat hij best gewoon dat interview kan lezen. Ja. Want daar zeg je, ja, gaf je het heel mooi ook aan. Ja, dat was volgens mij niet anders gegaan. Anders hadden we daarna wekenlang over... gissen, wie zou dat dan zeggen? Kamergenoot in de Tour de France 2007. Nou, het was... Nee, dat is natuurlijk wel heel erg onhandig. Het was, ja, dat weet je wel... Dat was ook weer niet eerlijk geweest. Nee. En die mensen die ze daarin staan beschreven... die hebben ook wel voor iets gezorgd in mijn leven. Ja. Dus die hebben daar ook wel indirect iets mee te maken. Ja. Ja. Vind ik, ja, dus ja. Ik snap. Ja, en je legt het ook heel mooi uit in dat interview. En anders is het ook heel lastig om natuurlijk gewoon een boek te schrijven. Zeker, maar ja, wat moet je dan gaan schrijven? Je kamergenoot. Ja, ja, en dan komt iedereen er toch een week later achter van precies. Ja, wie het dan precies, en dan gaan we daar weer een hele rel over krijgen. Ja. Misschien had ik gewoon beter een roman kunnen schrijven. Ja, dat kan nog. Even over mijn eigen leven en dan gewoon net doen of het iemand anders is. Misschien over een paar jaar. Ja. ik krijg ook een hele mooie vraag van Annabella Pont. En zij geeft aan van... Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of Thomas op dit moment gelukkig en tevreden is met zijn leven en zichzelf. Want ze had een tijdje geleden jou gezien in een programma. En daar gaf je aan dat je niet zo happy was. Zonder van zo'n leuke gast. En ja, natuurlijk heeft hij fouten gemaakt. Maar het blijft een mens en mensen maken nou eenmaal fouten. Ja, zo mooi, is het natuurlijk ook. Ja. En... ja, het, weet je, het is ook allemaal heel eerlijk, hè? Want als ze dan vragen in zo'n programma, ben je gelukkig? Nee. Ben je echt gelukkig? Nee. Nee, natuurlijk niet. Als je op 30-jarige leeftijd stopt met iets wat je eigenlijk... Het enige wat je in je leven hebt gedaan is fietsen. Ja. En dan eindigt het ook nog niet heel mooi. En dan ga je daarna zo'n boek schrijven. Je hebt een enorme nasleep. Je weet nog niet precies wat je wil in je leven. Waar ga je naartoe? Ja, ik vind het ook... Als je dan volmondig zegt van... Ik ben wel gelukkig, want ik leid een heel mooi leven. Ik heb een leuke vriendin. Mijn ouders zijn, zijn hartstikke prima en lief. En mijn zusje, mijn vrienden. Ja, nee, dat heb ik altijd gehad. Dat had ik toen ook. Maar echt oprecht gelukkig met mezelf zijn... dat was ik vaak niet. Nee. Nou, ik denk wel dat we daar echt de juiste stappen allemaal in de juiste richting aan het zetten zijn. Welk cijfer geef je leven nu? Een 7. Dat is mooi. Ja, dat is ook een goed cijfer, maar dat is ook wel heel eerlijk naar jezelf, hè? Want heel veel mensen die zullen misschien zeggen, ik heb een 9. Mm-hmm. Maar zijn ze dan wel volledig eerlijk? Benutten ze volledig hun potentie? Ja. En ik denk dat dit ook natuurlijk wel weer schommelt. En, Zeker. Maar een 7 is gewoon een hartstikke mooi cijfer. Ja, supermooi. En ik denk pas als je echt aan het accelereren bent... en dat je weer iets aan het doen bent... of je helpt mensen... of je voegt iets toe aan deze maatschappij... Ja. Dat je dan buiten... dat je dan een hoger cijfer kan krijgen... Jij zegt net ook dat je nu nog soort van zoekende bent. Van oké, okay, wat ga je echt doen? En ik denk dat daar ook die groei in gaat zitten. Op het moment dat je dadelijk weer 100%... Dat ik wel heel veel dingen doe waar ik heel blij van word. Ja. Maar ik denk dat het nog beter kan. Ja. Ja, dat je echt je missie of dat je nog meer... Jij zegt een stukje helpen mensen. En dat hoor ik jou een paar keer zeggen. Dus. De laatste vraag die komt van Martijn Lambert. En hij zegt van... vraagt of je spijt hebt van je dopen gebruikt of van dingen die je hebt gedaan in je carrière. Heb je daar spijt van? Zeker, ja, natuurlijk. Ik heb van heel veel dingen spijt. Dat ik echt anders moeten doen. Ik had gewoon geduld moeten hebben. Ja. Maar dan vraag ik me af, had ik dat gekund? Ja. Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Dus dan moet je ook weer eerlijk over jezelf zijn. Een stukje Thomas. Ja. Maar dat vind ik toch knapper, want jij zegt geduld hebben en dat past niet helemaal bij mij. Ik vind dat je nu eigenlijk op dit moment best wel... geduld uitstraalt en dat jij ook... Natuurlijk. Kijk, het is zo'n makkelijke vraag. Had ik dingen anders moeten doen? Natuurlijk. Iedereen. Ja. Jij had ook dingen anders moeten doen. Nee, tuurlijk niet, Thomas. Nee. Ik heb een geweldig leven. Wat denk jij? Nee, maar iedereen kan natuurlijk wel dingen anders doen. Ja. En,
had het volledig anders aangepakt. Ja. Maar dat is nou helemaal niet zo. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt over een stukje geduld. Dat je dat toen niet had, maar dat ik je nu wel enigszins rustig en geduldig zeker, over zeker. Vind komen. Zeker, zeker. Je wordt ook ouder. Ja. Dus ja, je groeit natuurlijk wel door de dingen die je meemaakt. Ja, mooi man. Dat je zo die levensles en dat het je ook weer brengt waar je nu staat. Ja. Ja. Er waren mijn vragen. Ja. Ik weet niet of ik nog dingen gemist heb. Of dat jij zegt van Sanne. Nou ja, we kunnen uren praten over van alles en nog wat. Maar ik denk wel dat je de kern op zich wel geraakt hebt. Is er nog een boodschap die je met het publiek wil delen? Nou, ik denk wel dat het allerbelangrijkste is om mensen de beeldvorming die je vaak hebt over bepaalde mensen. En dat doen we allemaal, hè. Mm-hmm. Je loopt een restaurant binnen en je ziet een stel zitten. Je vormt een mening, heel kort. Dat het toch vaak is niet wat het lijkt. Nee. En dat we gewoon allemaal een beetje lief naar elkaar moeten zijn. En dat het leven hartstikke mooi is. En dat we eigenlijk best wel kort op deze aarde zijn. En dat we gewoon het beste ervan moeten maken. Ja. En jij zegt, ben lief tegen elkaar, maar ook een stukje ben lief tegen jezelf. Want denk dat is nog het aller. Dat komt allemaal voort om niet genoeg van jezelf te houden. Ja. Want denk jij ook dat jij, als je terugkijkt op je carrière, dat je misschien wel gewoon te streng voor jezelf bent geweest? Zeker, zeker. Ik was natuurlijk. Ik kwam over en bij de tweedejaars amateurs won ik al verschillende profwedstrijden. Als eerstejaars won ik gelijk wedstrijden zonder doping. Had gewoon dat geduld gehad. Ja. En dan is het ook wel weer een hele extreme. Hè? Want ga je kijken naar de Tour van 2007 met Rabobank. De grootste bank van Nederland. Weet je hoe dat allemaal gaat? Ja, dat was misschien ook wel een trein die al vertrokken was. Die eigenlijk niet meer kon stoppen. Ja, en dan was jij misschien gestapt. Misschien had ik gewoon 3 jaar later prof moeten worden. Ja, geduld. Ja, nou dat prof worden, ik had natuurlijk alles al gewonnen. Dus ik kon niet meer. Nee. Dat kon gewoon niet. Maar stel je voor dat ik 3 jaar later was geboren, dan was het misschien een ander verhaal geworden. Ja, dat is altijd wat als dan. Hè? Ja. Maar mooi wat je mee afsluit, hè? Ben lief tegen elkaar en ook vooral tegen jezelf. Ja. En dat we hier al veel te kort op deze aarde zijn, dat we maar beter iets moois van kunnen. Ja, we zijn natuurlijk allemaal best wel geprogrammeerd om de negatieve dingen te zien. Ja. En als er een probleem is opgelost, is er altijd alweer een klein probleempje om de hoek. Maar zo zitten we dus gewoon in elkaar. Ja, dat klopt. Maar dat kunnen we natuurlijk wel gewoon trainen om op die positieve dingen te focussen. Zeker. Ja. Nou, maar daar hangt heel veel negativiteit. Hè? Ja. Ja, bizar als je telefoon opent en het nieuws. Ik kijk geen nieuws meer, bewust. Nee. Omdat ik zoiets heb van, ik wil gewoon wel fucking goed voelen. Ja. Ik wil gewoon lekker in mijn vel zitten. En als ik continu word gespamd door... Nee, dat is serieus. We hebben zoveel toegang. Ja. En net wat jij zegt, op het moment dat jij hebt op het... jouw boek is net op het verkeerde of het goede moment. Ja. In een rustige periode is jouw boek heel veel aandacht gekregen. Dat was natuurlijk niet de planning. Dat is gewoon zo gelopen. Maar dat vind ik zo bijzonder. Dat de media, die pakt heel veel dingen op en geeft er ook weer een draai aan. Het hoeft allemaal echt niet allemaal waar te zijn of precies zo zijn te gaan. Het is een interpretatie van de werkelijkheid. Ja. Van iemand. Ja. Dus het hoeft niet eens waar te zijn. Ja, en dat kan dan opgeschreven worden door een voor- of tegenstander. Ja. Die jou niet kent. Bijzonder, hè? Ja, zo werkt het. Waar ik altijd ieder op podcast mee afsluit, zijn er met een paar zinnen die je af mag maken. Ja. Dus ik start de zin en die mag je dus aanvullen. Mijn grootste droom is... Ja, mijn grootste droom is... Nou ja, ik dat als mens denk ik gewoon gelukkig zijn. Mm-hmm. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Volgens mij staat daar alles mee verbonden. Ja. Als jij gelukkig bent en plezier hebt in de dingen die je doet, waar je energie van krijgt. Kijk, als je de zin alleen maakt, gelukkig zijn klinkt het heel sentimenteel. Ja. Maar ik denk wel dat het de kern van de zaak is dat zo'n klein woordje als geluk... Mm-hmm. Dat het wel met alles te maken heeft. En wat je ook uitstraalt. Ja, maar dat, dat is het natuurlijk. Wat je uitstraalt, krijg je ook terug. Ja, maar zo werkt dat. Hè? Ja. Ja. Je hebt toch altijd... Sommige mensen heb je dat toch? Dan loop je een ding in en die vertellen een verhaal. Dan denk je, nou, het kan het leuk vertellen, die man of vrouw. Van goede energie. Ja.
Maar dat is natuurlijk wel zo. En vroeger die leraar die je toevallig wel mocht op de middelbare school, die kon toch iets bij jou raken. Ja. Of toch iets meegeven. Of in de wielersport, of überhaupt in sport, heb je altijd wel dat soort mensen. Ja. En die hebben gewoon goede energie. Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Sommige mensen hebben dat gewoon meegekregen. En sommige mensen zijn natuurlijk ook gedurende de weg beschadigd. Ja. Ik ben natuurlijk ook beschadigd. Ik heb mezelf beschadigd. En ik denk wel dat het, dat het alles is. Ja. Gelukkig zijn. Ja. Dus ja, je moet heel goed kijken wat creëert geluk voor jou. Ja. En wat creëert geluk voor jou? Een doel hebben. Ik denk al iets toevoegen in het leven. Mm-hmm. En ik heb voor mijn gevoel al heel fijne vrienden en familie en een vriendin. Ja. Dus dat heb ik al. Dus dat is al hartstikke mooi. Ja. Jij zegt meteen eigenlijk als eerste, ik heb een doel nodig. Ja. Wat is je doel nu? Mijn doel is, wat ik nu ga doen. Kijk, jij gaat elke dag ook werken. Mensen helpen en dingen doen. Ja. Ik mag dingen over wielrennen vertellen. Ik mag dingen over kunst leren. Ik mag hele mooie dat zijn je nieuwe doelen, kunstdingen zien. Ik ga naar alle museums in de wereld. Ja. Alle kunstbeurzen. Cool, doe ik met iemand waar ik heel veel van hou. Ja. En dan worden we elke ochtend wakker in de stad. Ja. En dan nemen we ons ontbijtje, een kopje koffie in bed. Ja. En dan gaan we de hele dag lopen voor kunsten bekijken. Ja. En wie had dat ooit gedacht? Ja, bizar. Dat ik dat zou gaan doen. Ja. Bizar, en dat je dat ook nog leuk vindt. Ja. En dat je dat ook nog samen doet met je partner die ook nog dat leuk vindt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. En voor haar is het natuurlijk ook een ideale partner. Wanneer vind je nou iemand? Ja. Van tussen die 30, nu 34 is. Ja. Die gewoon overal mee naartoe kan. Ja, die dat kan natuurlijk niet. Nee. Normaal moet iemand gaan werken. Ja. Ja. Nou, mooi is dat. Of ja, gaan werken. Maar normaal heeft iemand een baan vaak gewoon van 5 dagen in de week. Reguliere baan. Ja. 9 van de 10 mensen hebben dat. Ja. Ja. Ah, jij hebt je eigen baan anders gecreëerd. Ja. Ja, nee, ja, dat is ook zo. Ja, dat is mooi toch? Ik geloof in... mijzelf. Mooi, daar hou ik van. Helemaal mooi. Ik wens de wereld. Ik wens de wereld. Ik wens dat de hele wereld gewoon tevreden is. Mooi. Ja. Ben jij tevreden? Ja. Tevreden met jezelf zijn. Dat is denk ik bij mij het allerbelangrijkste. Ja. Het zelfdestructieve. Van iets heel moois kapot te kunnen maken. Mm-hmm. Ik weet dat ik dat kan doen. Ja. Maar dat is wel een karaktereigenschap. En dat is een hele gevaarlijke karaktereigenschap. Want dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken. Dus ik denk dat we allemaal gewoon een beetje van onszelf moeten houden. Ja. Want dat is echt wel het begin. Ja, dat begint het. Hè? Want op het moment, dat merk ik ook met de mensen die ik coach... op momenten dat een stukje zelfliefde weg is, dan is je ook lager in energie. Leg je die lat voor jezelf hoog, ben je weer heel veel aan het werken, waardoor je in die verkramping komt. Ja. En wat we net over hadden, over een stukje energie uitstralen. Weet je, begin gewoon lekker bij jezelf en zorg dat je zelf hoog in energie zit. En dat heb ik bijvoorbeeld wel met die media dingen die ik dan doe. Mm-hmm. Dat ik daar wel echt heel makkelijk energie van krijg. Ja. En dan doe je de juiste dingen. Ja. En de mensen waar ik het mee doe, ik denk dat die het ook leuk vinden. Dus dat is eigenlijk het enige. Kunst vind ik hartstikke leuk hoor. Maar omdat gewoon wielrennen zo verankerd is in mijn DNA. Ja. Geeft me dat zoveel vreugde. Ja. En bijvoorbeeld echt totaal als geen... geen werk. Nee, zeker niet. Nee, dat mag je geen werk noemen. Nee. Nou, mooi. Wanneer is je eerste evenement dat je weer in de spotlight staat voor het AD? De klassiekers. De klassiekers, voorjaarklassiekers. Ja. Dus je hebt even winterstop, je gaat skiën. Ja, ik ga drie, vier maanden ga ik weg. Ja. En veel skiën deze winter. En in januari wil ik die cursus gaan beginnen. En dan zit er wel een beetje de laatste tijd een beetje in te verdiepen. Maar het zijn dus modules van 6 tot 8 weken online. Mm. En ik denk dat een van de eerste dingen die ik ga doen. En dan als ik dat heb, dan kan ik ook misschien wel wat klassen gaan volgen. Ja, live. Dat zijn wel aan... Ja, gewoon van die seminars. En, maar ik denk eerst dat je wel een beetje wat meer over de basis moet weten.
Maar nu was ik er van de week achter gekomen dat je dus die online cursussen wel in bepaalde periodes begint. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je die online cursussen... ik begin nu volgende week 6 weken. Ja. Dus ik moet even kijken, want degene die ik wilde doen... die is van begin maart tot april. Maar dat is midden in de En ik dacht ten eerste, nou ja, maar dat mag op zich. Dat ik denk wel dat je dat kan combineren. Want het zijn gewoon dingen die mensen gewoon bij hun werk doen. Ja. En een gezin. Dus of het nou 2-3 uur per dag is, 4-5 dagen in de week. Ja. Dat denk ik dat het wel echt de max is. En je hebt al natuurlijk heel veel achtergrond. Ja, ik weet al best wel veel ervan af. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Maar ja, leren Engels, dat moet ook weer sowieso. Even. Hoe lang is het geleden dat ik iets geleerd heb? Ja, dat kost wel even energie. Ja. Ja. Wel super gaaf dat je het gaat doen. Ja, dus ik moet een beetje aankijken. Ik heb nu een mail gestuurd van hoe dat nou in de praktijk gaat. Of je dat soort dingen kan... gewoon kan plannen wanneer je wil. Ja. Dan zit ik weer een beetje vast. Ja. Hey, maar dat is over een paar jaar kunst en kitsch. Kunst en kitsch, dat zou het zijn. Er zijn trouwens maar heel weinig sporters die na een carrière... De kunstige. Nee, die echt een carrière opbouwen. Mm-hmm. Wat totaal niet met die sport te maken heeft. Is best wel uniek. Ja, dat is best wel uniek. En dan ben ik benieuwd wat het bij jou uiteindelijk heen gaat. Of jij uiteindelijk helemaal in de kunstwereld verankerd gaat worden. Ja. Of dat jij toch Maar dat nog is natuurlijk ook terug... weer een slag om de arm. Want die kunstwereld is natuurlijk ook volledig door Natalie. Ja. Dus dat is ook wel een soort dat je een slag om de arm houdt, weet je wel. Natuurlijk altijd passie kan aangewakkerd worden. Ja. Omdat de buurman toevallig sport, ben jij gaan wielrennen. Omdat je, weet je wel, dus het heeft allemaal wel met elkaar te maken. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Ja, ik ben benieuwd. Kijk, je kan natuurlijk nooit genoeg geleerd hebben. Nee. Of over bepaalde onderwerpen dingen weten. Nee, je ontwikkeling stopt nooit. Dus, nee. Nee. Hey Thomas, dankjewel. Want we kunnen zo uren door blijven kletsen. We kunnen er even 6 podcastjes, dat je 6 weken zo bereik kan. We kunnen wel iedere maand een nieuwe. Ja. Kom ik volgende maand al naar Amerika toe, is geen probleem. Ja. Nee, we hebben een kamer. Nou, top. Hey, dankjewel voor je tijd en voor het mooie gesprek. Leuk. Dankjewel voor het luisteren naar dit mooie, bijzondere interview met Thomas Dekker. Vergeet niet, als je nog deel kans wil maken op de Mountainbike Clinic die ik derde kerstdag ga houden, om een foto van deze podcast te delen op social media en mij te taggen. En mocht je nog vragen hebben of inspirerende gasten weten die ik zeker moet interviewen, stuur me gerust even een mailtje naar info@sannevanpaasen.nl en dan beantwoord ik deze jou. Dus dankjewel en vergeet niet om een 5-sterren beoordeling op iTunes te geven of een review voor mij te schrijven, want zou je me enorm mee helpen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!